met jullie? Ja, allemaal goed. We zijn bij een jongere Dat betekent dat we ons ook een beetje actief gaan gedragen. Dus geef even je buurman een box en zeg: Goed dat je er bent. En geef even die andere buurman een i5 en zeg: man, 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 wat zie jij er goed uit vandaag? Leuk om hier weer te zijn. Werkt deze microfoon wel? Ja. Een beetje. Als hij het doet, steek even je duim Als hij het niet doet, even duim naar beneden. Yes, hij werkt, hij werkt, hij werkt. Heel goed. Deze ochtend mag ik bij jullie iets vertellen over Gods stemverstaan. En voor de mensen die geen idee hebben wie ik ben, zal ik me even kort voorstellen. Mijn naam is Corné, Corné den Breeën. En ik kom uit de buurt van Gorkum. Wie kent dat, Gorkum? Ja, ooit ergens in het buitenland, ooit wel eens van gehoord misschien. Zo'n twee uur rijden, altijd gezellig op zondagochtend. En vandaag wil ik het met jullie, met de tieners, maar ook voor de volwassenen, hebben over Gods stemverstaan. Wat is nu precies Gods stemverstaan? Nou, je kan het ook wel profetie noemen. En dan denken wij gelijk van: Oh, wat klinkt dat groot, profetie? En ik voel mij helemaal geen profeet, hoe werkt dat dan? Maar Gods verstaan, profeteren, betekent in de grondtekst: betekent dat iemand bemoedigen, iemand aansporen of iemand waarschuwen. Dus ik denk dat alle tieners die hier zitten heus wel eens iemand een compliment hebben gegeven. En als je dat compliment echt meende, en misschien had je wel het idee: die persoon heeft dat nu nodig. Hij heeft het nu nodig dat ik gewoon tegen hem zeg van: hé hey joh, wat heb jij vette schoenen aan? Of wat zie jij er leuk uit vandaag? Zo'n simpel compliment kan al een profetie zijn, een bemoediging voor iemand. En op die manier kunnen wij in het klein, als tieners, als jongeren, maar ook als volwassenen oefenen om Gods stem te verstaan en mensen te bemoedigen. En in het Oude Testament zien we dat iemand letterlijk Gods stem verstaat. En zijn naam is Samuel. En Samuel, hij leefde in de tempel bij Eli als klein jongetje en daar leerde hij om Gods stem te verstaan. En omdat we een jongeren dienst hebben, doe ik het niet als spreker alleen, maar heb ik Matthijs gevraagd. Matthijs, kom maar naar voren. Heb ik gevraagd of hij het Bijbelgedeelte voor wil lezen. Applaus voor Matthijs. We gaan lezen uit 1 Samuel 3, vers 1 tot 10. En ik moedig je aan om het op te zoeken in je Bijbel. Wie heeft zijn Bijbel mee? Tieners. Oké, okay, ik zal je redden. Wie heeft zijn online Bijbel mee? Gelukkig wat meer. Zoek het op, 1 Samuel 3, vers 1 tot 10. En dan gaat Matthijs het voor ons voorlezen. Uh, van hier tot... tot hier? Ja, lees maar gewoon vanaf. hier. zij vier. tot zij. Ja, begin maar de jonge Samuel, dan zit ik het... De jonge Samuel werkte voor de Heer. Hij hielp Elie, die bijna helemaal blind was. De Heer sprak in die tijd bijna nooit tegen iemand. En de mensen zagen hem ook nooit niet in dromen. Op een nacht sliep Elie in zijn kamer. Drie, drie, drie vier Samuel sliep. In de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. Heel vroeger in de ochtend, riep de Heer Samuel. Ja, zei Samuel. Vijf. En hij liep vlug naar Eli. Hij zei tegen Eli: Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen, maar Elie zei: ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En Samuel ging terug naar bed. De zes toen riep de Heer Samuel nog een keer en weer stond Samuel op en ging naar Elie. Hij zei: hij zei zes toen Riep de Heer Samuel. Hij, hij zei tegen Elie: oh, uh, hier, hier, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Maar Elie zei: Nee, jongen, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. Zeven Samuel herkende de stem van de Heer nog niet, want de Heer had nog nooit eerder tegen hem gesproken. 8. Voor de derde keer diep de Heer Samuel. En, en weer stond Samuel op en ging naar Elie. Eli en weer vroeg hij aan Eli wat er was. Toen begreep Elie dat Samuel steeds geroepen werd door de Heer 9. Daarom zei Elie. Ga weer slapen. En als je geroepen wordt, zeg dan: Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister. Samuel ging terug naar bed. 10. Toen kwam de Heer naar, naar Samuel toe. En net als de andere keren riep hij: Samuel, Samuel. En Samuel zei: Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister. Super bedankt, heel goed gedaan. Keurig met de, met de cijfers en de versen erbij, hartstikke goed. Mooi gedaan. Wat zien we nu in dit gedeelte? We zien dat Samuel in de tempel woonde bij priester Eli. En het mooie is, eigenlijk helemaal niet zo mooi, maar we lezen hier dat eigenlijk niemand meer de stem van God kon verstaan. En het mooie is dat Samuel. Wel de stem van God hoort. Maar wat was nu de reden dat God bijna niet meer sprak? Dat lezen we namelijk in het eerste vers. Daar staat: De Heer sprak in die tijd bijna nooit meer tegen iemand. Hoe kwam dat nu? Dat kwam, het volk Israël leefde op dat moment in erge zonde. Bijna niemand in het land geloofde meer in God. En misschien herken je dat wel. Misschien herken je dat wel als je op school rondloopt, als je op je voetbalclub of op je sportclub rondloopt. Of op je studie, dat jij misschien wel de enige bent, of met een paar mensen die nog in God gelooft. En dat de kinderen of de tieners, de jongeren tegen jou op school zeggen: Geloof jij nog in God? Ben jij nog zo'n ouderwets iemand? Ben jij nog zo'n gekkie die in God gelooft? Bestaan die überhaupt nog? Maar weet je, juist als je misschien wel zelfs uitgescholden wordt omdat je christen bent, omdat je in God gelooft, mag je dankbaar zijn. Waarom? Omdat God je vasthoudt. God, hij zal tot jou blijven spreken als jij in hem gelooft. Dat leren we uit dit gedeelte. Want God, hij spreekt hier ook tegen Samuel. Hij laat Samuel niet in de steek. Zelfs als het hele land, als heel Nederland zegt, ik geloof niet meer in God, mogen wij als christenen een leger vormen en mogen wij in gebed onze knieën buigen. En dan zal God door ons en tot ons spreken. God spreekt tot ons, God spreekt tot jou door zijn woord heen. Mensen kunnen de Bijbel Oude Wets noemen, maar door de Bijbel heen ontmoeten wij Jezus. En echt, ik weet niet of jij Jezus al persoonlijk kent. Of jij hem hebt aangenomen als je Heer en verlosser. Maar hij is degene die de hele geschiedenis op de kop heeft gezet. Hij is degene die de hemel verlaten heeft. Naar aarde is gekomen. En hij deed dat speciaal voor jou. Hij deed het omdat hij wist: het is nodig om redding te brengen. En daarom stierf hij aan het kruis. Met zijn armen wijd open riep hij het uit: Het is volbracht. En hij riep het uit: Het is volbracht in jouw leven, in jouw leven en voor iedereen. Hij wist: het is nodig om te sterven aan dat kruis. Om te betalen voor jouw schuld. Om te betalen voor jouw pijn. Om te betalen voor jouw moeite. De afwijzing die jij misschien ervaart. Of misschien die negatieve gedachten die je sinds de coronacrisis hebt. Die tegen jou zeggen, jij hoort hier niet te zijn. Ik geloof toen Jezus aan het kruis hing. Dat hij aan jou op dat moment dacht. Hij wist het is nodig om te sterven. Om te betalen. En hij betaalde met zijn bloed. Maar hij is niet in het graf gebleven. Hij stond op uit de dood. En daardoor mogen wij als christenen hoop hebben. Hoe verschrikkelijk op dit moment het in de wereld misschien ook is. Hebben we net de coronacrisis achter de rug? Staat er weer een oorlog voor de deur? Maar jij als tiener, jij als jongere, je mag weten hoe de toekomst ook zal gaan. Of het moeilijk wordt in deze wereld, of dat het je voor de wind gaat. Jij mag weten, God is erbij. Want dat zien we hier bij Samuel. Maar Samuel zelf, hij zet zich er ook voor in. Want wat doet hij? Hij kiest ervoor om bij God te zijn, hij kiest ervoor om in de tempel bij God te zijn. En zo wil ik jou ook deze ochtend aanmoedigen. Kies ervoor om bij God te zijn. En hoe doe je dat nu praktisch? Dat is door je stille tijd te nemen. En ja, dat kan zijn op je knieën bij je bed met je Bijbel. Maar dat kan ook zijn met je gitaar of met je piano. Of dat jij lekker een rondje gaat hardlopen in de natuur met worshipmuziek op. Maar zorg dat je juist in deze tijd je stille tijd neemt. Dat je God zoekt. En we zien ook dat Samuel graag God wil ontmoeten. Want hij zegt in het Bijbelgedeelte, spreek Heer, uw dienaar luistert. Heb jij dat wel eens tegen God gezegd? Heb jij wel eens tegen God gezegd, hier ben ik. In. Hier is mijn leven. Ik wil uw dienaar zijn. Ik wil naar u luisteren. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan moedig ik je aan om je leven aan die koning te geven. Aan die Jezus die zijn leven gaf voor jou. Is hij het niet waard om gediend te worden? En misschien denk je wel bij jezelf, ja maar. Die Samuel, die was iemand die in het Oude Testament le leefde. En toen was het nog makkelijk, God sprak letterlijk. Maar hoe zit het dan nu? Nou weet je, Jezus zelf, hij zegt in het Nieuwe Testament. Als je mijn schaap bent, als je mijn kind bent. Dan zul je de stem van de herder kennen. Je zal de stem van de herder herkennen. Dat staat in Johannes 10, vers 3 en 4. Dus jij hoeft niet een profeet te zijn om Gods stem te verstaan. Als jij een schaap van de herder bent, als jij een kind van God bent, dan mag je weten dat God ook tot jou spreekt. Hij heeft namelijk zijn geest gegeven. Hij heeft zijn geest uitgestort en die geest die spreekt tot je hart. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je zomaar op straat liep en dat je iemand zag zitten en toen je die persoon zag zitten, misschien wel een zielige man of een zwerver. dat je ergens diep in je hart pijn voelt. Dat je langs iemand loopt en dat je opeens moet denken aan een lied. Of dat je iemand ziet en opeens schiet er een Bijbeltekst naar binnen. Als je die momenten herkent, dat zijn de momenten dat God tot je spreekt. En dan is het aan ons om lef te hebben. Dan is het aan ons om te durven en naar die persoon toe te gaan. En ik zal een praktisch voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Pas sprak ik in een kerk, en dan werden de kinderen gezegend. En er stond een meisje tussen, en we waren aan het zingen. En opeens kwam er in mijn gedachten het woordje kunst. Gewoon zomaar, ik was aan het zingen en opeens in mijn gedachten kreeg ik heel sterk het woordje kunst. Niet een hoorbare stem, net als dus Samuel, maar gewoon in mijn gedachten het woordje kunst. En ik keek naar dat meisje en ik ervaarde diep in mijn hart dat het een woord van God was. En ik begon te bidden: Heer, wat wilt u zeggen met dit woordje kunst? En toen kreeg ik in mijn gedachten dat dit meisje heel kunstzinnig was: dat ze graag kon schilderen, dat ze graag wilde tekenen en dat ze dat ook heel goed kon. Maar ik kreeg ook het gevoel dat ze op het punt stond om een moeilijke keuze te maken. En wat heb ik toen gedaan? Ben ik toen naar voren gestormd en ik zei: God zegt dit en God zegt dat en God zegt dat je nu dit moet doen? Nee. Ik heb gewoon heel simpel even de vader aangetikt. Ik wist toevallig wie dat was. En ik vroeg aan de vader: Hé, hey, houdt jouw dochter misschien van kunst? En hij draaide zich zo om en zei: Ja, dat klopt. En dat was voor mij een bevestiging. Dat God sprak. En ik moest spreken ook in die dienst. Dus ik liep naar voren en ik zei tegen het meisje: Mag ik misschien nog iets tegen jou zeggen? En dat mocht. En ik zei tegen haar: Ik denk dat God tegen jou zegt. Dat je kunst, tekenen, schilderen mag gebruiken voor zijn koninkrijk. En het raakte haar direct. En ik zei erbij: Ik denk ook dat je een moeilijke keuze moet maken binnenkort. Klopt dat? En ze zei, ja, ik ga volgend jaar naar de middelbare school en ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik heb geen idee wat ik moet kiezen. En op dat moment mocht ik haar bemoedigen en ik zei tegen haar, welke keuze je ook maakt, ik geloof dat God met je meegaat. En ik weet niet welke school je moet kiezen, maar ik geloof dat God jouw talenten gaat gebruiken en gaat inzetten voor Zijn koninkrijk. En op die manier mocht ik haar bemoedigen. En weet je, zoiets kleins. Dat is al profetie. Dat is al iemand bemoedigen. Iemand een compliment geven en zeggen: jij kan dit, ga hiervoor. En daarom wil ik alle tieners die hier vandaag zijn oproepen. Maak het verschil in deze wereld. Juist als jij een van die enige christenen bent op jouw school, zorg dat je liefde uitstraalt. Zorg dat je mee, Jezus met je meedraagt. En als jij juist die ene jongen ziet zitten die nooit eens mee mag doen, of dat ene meisje dat altijd maar gepest wordt, wees juist eens zo stoer om degene te zijn die naar haar toe loopt. Gewoon eens een arm om haar heen slaan en zeg: Ik ga deze pauze met jou chillen. Of na schooltijd gaan we samen wat doen. En juist als jij die ene persoon ziet die altijd dezelfde schoen aan heeft, altijd het lelijke merk, die er net niet bij hoort, loop gewoon eens naar die persoon toe en zeg, hé, hey, ik vind dat je er cool uitziet vandaag. Weet je, dan ben je al Gods liefde aan het verspreiden. En dan hoef je niet een grote profeet te zijn. Maar mag jij al Gods woorden doorgeven. Wees die ene. Wees degene die het verschil maakt. En dan geloof ik dat wij als christenen met elkaar een verschil in deze wereld kunnen maken. Weet je, het is wel heel belangrijk als het gaat om profetie, om bemoedigen dat het positief is. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik in een dienst was en tegen iemand werd gezegd: God roept jou om naar China te gaan. En je zag dat die persoon zich helemaal rotschrok. Die dacht: nee man, ik wil helemaal niet naar China. En die persoon dacht bij zichzelf, moet dat echt? Die werd, raakte helemaal in de stress. En daarom is een tip, als je iemand een profetie, als jij het idee hebt, hé, hey, ik krijg een liedje in mijn hoofd, of ik denk aan een beeld, zeg dan niet, God zegt dit, maar zeg, ik denk dat God tot mij spreekt. En dan kan die persoon het zelf toetsen. En dan kan die persoon zelf checken, past dit wel bij mij? Dus dat wil ik je wel meegeven. Komt er iets in jouw gedachten? Is dat een beeld? Is dat een tekst? Is dat een lied? Geef het door aan die persoon. Natuurlijk is het de eerste keer spannend, maar je kan iemand er zo verschrikkelijk mee bemoedigen. Ik hoorde eens een spreker zeggen: Ik versta nooit Gods stem. Iemand had dat tegen die spreker gezegd. En toen zei die spreker: God kan op zoveel verschillende manieren tot jou spreken. Door een sterk gevoel. Door de gedachten. Via andere mensen. En ga eens terug. Ik wil gewoon even een minuut stil te pakken. Ga eens terug in je, an, in je eigen gedachten. Dat je misschien bij jezelf ook denkt. Ik versta God stem niet. Maar denk eens aan een moment. Dat je opeens op straat. De pijn voelde Van iemand die je passeerde. Of dat ene moment. Dat je een lied in je hart kreeg. Laat een minuut stilte nemen. Of even een moment van stilte. En neem dat eens in gedachten. En vraag aan God, Heer, hier ben ik. Ik ben bereid om ook uw stem te verstaan. Laat u gewoon een moment van stilte nemen. En misschien ontvang je wel een gedachte, of een beeld, of een bijbeltekst. Laat er een moment stil zijn en ik zal eerst beginnen met een gebed. Bid je mee? Vader God, wij komen tot u. Dank u wel, Heer, dat u ook in 2022 nog tot ons spreekt. Heer, u kent ons. U heeft ons gemaakt met een doel. En u houdt van ons. Heer, dank u wel dat u vandaag nog tot uw kinderen spreekt. En hier zijn wij, Heer. Als wij U hebben aangenomen als Heer en Verlosser, dan zijn wij uw kinderen. En Heer, wij bidden U, Heer. Spreek tot ons. Zodat wij anderen mogen bemoedigen. Zodat wij er voor de zwakken mogen zijn. Voor degene die niet gezien wordt. Dank u wel, Heer, dat u in uw woord zegt: Ik heb je gekozen en ik zal je niet in de steek laten. Dank u wel, Heer, dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat u zegt: Wees niet bang, want ik ben met je. Kijk niet angstig om je heen, want ik ben je God. Ik zal je kracht geven en ik zal je helpen. Dank u wel, Heer. Heer, ik bid hier als we een moment van stilte nemen, Heer, dat u tot ons hart spreekt. Heer, als er nog zonde in ons leven is, als er nog pijn en moeite is, Heer, dan bid ik, Heer, dat dit een moment zal zijn dat we het bij U mogen neerleggen. Heer, ik bid als wij U al kennen, Heer, dat U op dit moment tot ons spreekt. Misschien door een lied, misschien door een Bijbeltekst of door een gedachte, Heer. Spreek tot ons hart, Heer. Hier zijn wij, Heer. Wij willen luisteren naar U. En wij zeggen met Samuel. Spreek, Heer. U dienen luistert. luisteren. Amen. Beetje een spannende vraag, maar is er misschien iemand in de zaal die direct misschien iets in zijn gedachten kreeg? En ga nu niet denken, misschien is het niet van mij. Maar is er misschien iemand die moest denken aan een Bijbeltekst? Steek even je hand op. Wie dacht er aan een Bijbeltekst? Een paar mensen, heel mooi. Wie kreeg er een soort een plaatje in zijn hoofd dat hij aan een bepaalde gedachte moest denken? Mooi. Is er iemand die misschien aan een lied moest denken? Een lied wat opeens in zijn hoofd? Heel mooi. Zie je nu, zie je praktisch hoe God spreekt en dan kun je heel kritisch zijn en denken dat zijn mijn eigen gedachten. Maar weet je, God heeft ons ook geschapen met onze gedachten en Hij werkt door Zijn geest in ons. Dus laten wij niet te kritisch zijn en maar altijd denken van ja, maar dit zal wel mijn eigen gedachten zijn. Als het bemoedigend is, als het positief is, als het vanuit de Bijbel komt, dan kan het zomaar een woord van God zijn, een profetie.

Je moest denken aan water, mooi. Kijk, dit is dus een voorbeeld. Hij moest denken aan één woord. En vervolgens gaan wij dat dan snel zelf invullen. Ik zou nu kunnen zeggen, oké, okay, Jezus is het levende water. Ik zou kunnen zeggen, dopen water. Maar het is belangrijk dat wij het toetsen. Dus dat we als we denken aan water, dat we gewoon eens tien minuten de tijd nemen, stille tijd, om te bidden, om na te denken van wat wil God hiermee zeggen. Dus als je zo'n woord ontvangt, moedig ik je aan, bid daar thuis even over door, neem het mee in gebed. En misschien mag je tegen iemand zeggen: Hey, misschien moet je eens nadenken over dopen, of betekent het iets heel anders. Nog iemand, meneer? Oké, okay, ik, ik ben theoloog, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> je zei 3 vers 5. Wil jij het even opzoeken, misschien of niet? Nee. Zoekt u het even op. Goed, de laatste. Is er misschien een tiener die durft, ja, ik weet dat het eng is, maar is er misschien iemand die aan een lied moest denken? Of een kleur zag, een plaatje? Nee, nou, dat komt mooi uit, want we gaan straks in het gaan we nog met elkaar oefenen, dus dan komt het helemaal goed. Meneer, u als laatste. Prachtig, amen, zo is het. Wij mogen al onze zorgen en onze zonden bij hem neerleggen. Komt er nog iets uit Jezaja? Even een voorbeeld vanuit de Bijbel. Ik heb een keer gehad dat ik aan een Bijbeltekst moest denken en toen was het een soort stamboom. Dus ik denk dat het toen niet helemaal Gods stem was. Maar soms kunnen we vanuit de Bijbel bemoedigd worden. Is het een mooie tekst? Lees maar hard op voor. Het volk zal Oké, okay, dankjewel. Nou, ik denk dat, dat deze Bijbeltekst best wel een heftige tekst is, maar ik denk wel dat het een woord is voor deze tijd. Het is zo belangrijk dat we als kerk één blijven. Dat we niet ons laten verdelen. Dat we ons niet tegen elkaar laten opstaan. Jezus regeert en hij maakt ons één. Goed, ik laat het voor nu. Wil jij nog iets? Ik uh... geef het aan jou. Ja, okay. We gaan met de jongeren gaan we naar het hong, Dus uh, jongeren, let's go.